Ja, er ging zojuist deurbel. En deze werd afgeleverd. Jeannette, ik moest hem aan jou geven. Oké. Okay. Nou, laten we eens even kijken wat het is. Ja, kijken wat er nu weer gebracht is. Oh. Want dat verklapt misschien ook wel wat we gaan bereiden. Oei, kijk eens. Een mooie procureur. Een procureur. Nek van het varken. Kijk aan. En wat gaan we maken? Duroc. Wij gaan daarvan een roulade maken, gevuld met cranberries. En dan maken we er, poffen we er een zoet aardappeltje bij. En gaan we ook nog een cranberry bacon jam maken. Nou, er moet veel gebeuren. We zijn aan de slag, denk ik. Hoppakee, aan de slag. Ruimte maken om te snijden. Ja, zullen we eens even zien hoe dit eruit komt. En we maken natuurlijk een beetje een wintergerechtje. Mm-hmm. Maar dit is ook echt heerlijk met een wild zwijn procureur. Oh ja, dus je kan zeg maar richting de wild kant gaan denken. Dat zoetje matcht wel echt heel erg lekker. Ja, daar kan ik me eigenlijk ook al wel bij voorstellen. Nou, ik ga er eigenlijk vrij weinig aan doen. Ik ga hem gewoon mooi vlinderen. Ja. Jeannette is al lekker bezig met vlinderen, maar let even goed op hoe dat moet. Want vlinderen is wel belangrijk als jullie techniek beheersen. Want dat is voor het maken van relaas of andere vullingen super voor je vlees. Ja, we gaan hem gewoon... Leidt ons erin. Ja, we gaan eigenlijk gewoon wat meer oppervlakte creëren. Zodat de kruiden heel mooi overal in de roulade komen. Zodat het niet alleen in het midden komt, maar dat je mooi dat spiraaltje krijgt. Je klapt eigenlijk het hele stuk vlees open op deze manier. Ja. En je kunt hem ook makkelijker oprollen. En je kunt altijd even kijken hoe die er van binnen uitziet. Ja. En hoe moet je dat precies doen? Hè? Want je snijdt hem eerst half door. Ja. Tot bijna de bodem. En dan ga je hem opzij openklappen. Ook weer bijna tot het eind. Ja. Ga je snijden zo elke keer door, zodat je eigenlijk één lange plaat krijgt. Welke vulling gaat erin? Ja, als het goed is zijn we een shallotje aan het fruiten. Ja, is goed. Ik ga er even naartoe. Kijken hoe ver het is daarmee. Mm-hmm. En dan ben ik op zoek naar een beetje olie. Peper en zout staat al klaar. Heel klein beetje olie. Ja, gebeurt er nog wat hier. We gaan de rollade gaan vullen met de gedroogde cranberries. Die geven lekker een zoetje. En een heel klein beetje sinaasappelzest, rozemarijn, tijm en een gefruit shallotje. En dan gaan we straks in onze Dutch oven een jam maken. Die jam die komt erbij, die kun je er heel mooi overheen garneren. En die maken we weer met suiker, citroensap. Spek natuurlijk uitgebakken en verse cranberries. Hoop mooie ingrediënten. Ja, nou ik hoop ook dat het wat wordt. Nee, dat weten we zeker. Ah, dat gaat lukken. Zulke mooie ingrediënten. Je wilde volgens mij ook een aardappel poffen of niet? Ja, die leggen we straks op de barbecue bij de... Oké, okay, zijn ze gelijk klaar. Dezelfde gangstijd ook? Ja, deze hakken we even een beetje wat fijner. Anders zitten we van die hele dingen te eten. Bastien, als jij die shallotjes vast een beetje erover uit wil strijken, dan heb ik hier alvast een beetje citroen. Of sinaasappel, ik moet het wel goed zeggen. Zesje. Voor de vissigheid. Zuurtje, zoetje, pitje, beetje kruidrij. Peperzout aan de binnenkant? Ja, heel klein beetje kruiden erover. Maar het ruikt wel lekker. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Kan ik voor langs. Dat mag natuurlijk. Ja, hoor, dat mag. En dan heb je tijm, rozemarijn. Als kruiden. Dat is het eigenlijk wel. Ja. Ik hou altijd wel van een beetje less is more, pure smaken. Ja, precies. Je moet het ook mooi houden. Nou, het ziet er heerlijk uit, hè? Zeker. Ik neem hier nog even een stukje rozemarijn ontvangst. Ja. Nodig. Het oog kookt het is, ook, hè? Het is wel mooi kleurrijk zo. Het ziet er echt super uit. Kijk eens hoe mooi die super. Gelijk is. Nou, dan gaan we knopen, hè? En je zei net, hoe heet deze knoop? Nou, dat moet je me nou even niet vragen, maar ik ga hem altijd doorlussen. Ja. Ik noem het de doorlusknoop. Oh, dus niet de Jeannette knoop. Nee. Nou, ik heb bevriende slagers die enorm goed kunnen knopen met mooi, één hand. En ik ben daar heel erg jaloers op. Maar deze werkt ook. Kijk, ik haal hem eronder door. Lusje. Weer eronder door. Gelijk leggen. En aantrekken. Zie je? Toch een mooi leermomentje weer. Hè? Volgende. Huppakee. Nou, hij is mooi egaal. Super. Kijk, helemaal netjes. Nou. Ik ben er altijd trots op als dit lukt. Op een rijtje. Ja, daar word ik altijd heel blij van. Gelijk afstand. Maar in het kader,
In het kader van het oog kookt ook, gaan we natuurlijk nog even lekker een beetje smaak aan de buitenkant. Zo. Hoppakee. Toevoegen. Het ziet er gewoon feestelijk uit, toch? Ja, vind ik wel. Dat doet ook wel wat ermee. Ja, toch? En dan gaat hij richting de barbecue. Ja. Bastiaan, heb je hem ongeveer op 140 graden? Hij staat op 140 graden. Helemaal mooi. Leggen we deze mooi in de midden. Ja, indirect, hè, heb je hem. Indirect. Beetje rookhout erop. Super. Heeft een mooi kleurtje. Nou, leg deze? Die aardappels maar gewoon zo een beetje naast. Die poffen gewoon lekker mee. Heeft wel even tijd nodig. Kern 70. Gaan wij de bekentje maken. Ja, leuk. Met cranberries deze keer. Met cranberries. Ja, dan staan we heerlijk bij het vuur. Het is namelijk best wel koud buiten op dit moment. En dan is het bij zo'n vuurtje wel erg lekker. En we gaan wat lekkers bereiden op het vuur. Ja. Hè? De bacon, Sam, had ik begrepen. Wat wil je allemaal hebben? Ik wil eerst de bacon even fruiten. Ja. En heb je dan gerookte spekjes? Ja. Mooi. Kijk, lekker dat vuurtje erin. En wat hebben we eigenlijk staan? Dit is een... Ja, het is een buitenkooktoestelletje van Bare Bones. En het is echt een ontzettend gezellig tof ding. Ja, het is een heerlijk ding om te koken. Ik word er heel blij van. De suiker? De suiker. Zal ik het erin... Ja, is goed. Dan blijf ik roeren, want ik ga natuurlijk aanbranden. Gelukkig niet veel. Mag het water erbij? Het water? Ja. Ja, dat is een goochelend. Hartstikke druk. Ja. Komt-ie. Super. Die erin. Dan roeren we ook even en, door. En voor alles wat je wil weten qua hoeveelheden, dan moet je gewoon even beneden op het linkje kijken. Wat wil je nog meer? Ik schuif hem naar je kant. Ja. Dan neem ik het aan, mag je iets sinaasappel schilderen in raspen. Oh, super. Ja? Kijk. Doen we dat. En een halve citroen erin. Brengen we dit even aan de kook en die smaak alvast lekker een beetje doortrekken. En dan gaan we straks de cranberries erin. En zoals ze moeten, eerst even een klein stukje. Boeren. Een boertje laden, precies. Ah, dit ziet er toch ook weer geweldig uit, hè? Kijk eens, die gepofte aardappeltjes. Mooi zacht. Wij spreken al over gekarameliseerd. Dat vind ik echt wel mooi van die zoete aardappels. Je kunt echt zo'n karamel krijgen. Top! Ziet dat toch? Weer chic de fiebel uit. Ja. Ja, mooi. Kun je straks ook nog even die bacon jam meenemen met cranberries? Dat is een hele goeie. Als jij van die kant op gaat, ja, dan zorg ik voor de bacon jam met cranberries. Nou, hij heeft even gerust, hè, natuurlijk. Hij heeft even gerust. De aardappeltjes zijn mooi opengemaakt en dat is ook wel mooi om te zien ook, hè. Hoe die kleur zo constant... Ja, het ziet echt gewoon super uit. En dan de varkensnek. Plakjes gesneden. Ja, hij ziet er mooi uit, hè. Je ziet hier lekker die vulling zitten. En dan denk ik van, hé, wat is dat roze? Dat is het rookrandje. Kijk, een klein dotje in de aardappel. Dan wordt het lekker smeuig. Super toch. En wat is het? Crème fraîche. Heel goed voor jou. Maar nu? Nu? De Vincent Touch. Met mooi cranberries. Met cranberries. Verse cranberries. Ik pak hem even op, hoor. Doe maar. Kijk, een beetje zo. Nou ja, als je daar niet blij van wordt, dan weet ik het ook niet. Kijk, het ziet er weer super uit. En hop, hop. Die erbij. Beetje groen. Mooi, het moment van stilte en gewoon puur niet. Snap, dat ziet er weer super uit. Mooie bacon jam met de cranberries. De gevulde varkensnek die we bereid hebben. Nou, het ziet er heerlijk uit. Daar kunnen we straks lekker van genieten. Ja, ik kan je altijd even abonneren op het kanaal. Dan weet je zeker dat je dit soort mooie recepten weer krijgt te zien. Ja, ik kan er niet zoveel meer van zeggen dan dat we gewoon lekker gaan eten. Wat denk jij? Dat denk ik ook. Het ziet er heerlijk uit. Gaan we dat doen?